Ja, ik zie dat jullie een mooie kerstballenactie hebt. Waarvoor is dit? De kerstballenactie die wij hebben bij Pavlov is eigenlijk geboren vanuit de traditie vanuit het verleden. De vorige eigenares die deed het ook al jaren. Dat hebben wij met het kopen van Pavlov hebben wij dat meegenomen. En dit is het derde jaar dat wij het doen. Het eerste jaar hebben wij geld ingezameld voor Stichting Ambulancewens. Vorig jaar voor het KWF. En dit jaar is Stichting Hartekind het goede doel. En hoe gaat deze actie in? Hoe werkt dat? Eigenlijk heel simpel. Je komt binnen, je kiest een kerstbal uit die aan het plafond hangt en daar doneer je een bedrag voor. En dan krijg je van ons een kaartje, daar kun je een persoonlijke boodschap op zetten. En dat kaartje zorgen wij dat aan de door jou uitgekozen bal komt. En is er een bepaald minimumbedrag aan die je kan stellen of hebben jullie gewoon, wat maakt het niet uit? Nee, dat hebben we, het eerste jaar hebben we dat geprobeerd, van joh, we doen een minimaal bedrag. En daardoor zagen we dat mensen minder snel geneigd waren om geld te doneren. Dus we hebben gezegd, we kunnen niet in iedereen's portemonnee kijken. Dus er zit geen minimumbedrag aan. Wat jij kan missen voor het goede doel, dat schenk je. Weet je nog hoeveel je vorig jaar hebt ingezameld? Ik geloof dat we vorig jaar tussen de 1000 en 1100 euro zaten. Oh, dat is vrij netjes. Verwacht je dat dat gelijkwaardig wordt of misschien wel zelfs hoger? Ik hoop, gezien het goede doel wat we dit jaar hebben gekozen, dat dat meer is. Oké, en tot wanneer kunnen mensen een kerstbal adopteren bij jullie? De actie bij ons loopt van 6 december tot en met 6 januari. Oh, dus mensen hebben nog wel eventjes om dat te doen? Gelukkig wel, ja.